En hallo allemaal, vandaag ga ik een nieuwe update review doen van iOS 7. Zoals jullie zien, het heeft een heel mooi, hebben hele mooie dingen in zich. Dus laten we maar gelijk beginnen. Hier alle apps komen bij elkaar. Dat is mooi. Ik wil de bewegende achtergronden laten zien. Kijk hier, Apple achtergronden, dynamisch, stilstaan. Dit zijn de bewegende achtergronden. Dus, en dit zijn de stilstaande. Allemaal nieuwe, zoals jullie zien. De helderheid en zo. Dus, dat is nieuw. Wat ook nieuw is, is de Game Center. De Game Center is helemaal vernieuwd. De Apple Store, de App Store, die is best wel vernieuwd. Zoals jullie zien, hier zo. Je kan nu vlakbij, er zijn geen apps, voor je huidige locatie, dat moet je instellen. De camera is best wel veranderd. Hier. Video. Foto vierkant. De map. Dit is veranderd. Je kan nu oneindig apps in zo'n mapje doen. Dit is doorzichtbaar. Hieronder. De iTunes Radio doet het niet. Nog niet. Waarschijnlijk komt het bij de volgende. Laten we even zien. Hier. Zoals jullie kunnen zien. Het staat er niet. Dus dat is best wel jammer. Ik weet niet of ik het al laat zien. Maar als je twee keer op de thuisknop klikt. Kan je dit doen. Dan zie je hier al die coole dingen. En dan kan je hem zo... Hop. Maar voor als je iOS 6 gewend bent, is het even wennen. De agenda is veranderd. Kijk, dat krijg je steeds. Oh. Dat was het wel een beetje. Hier zo. Het gaat heel mooi aan. Ik kan ook een passcode erop doen en zo. De klok is niet heel veel veranderd. Dus jongens. Dat is het weer voor deze keer. Like deze video. Deel deze video voor iOS 7. En het is best wel een aanrader. Dus ik zou zeggen. iOS staat beschikbaar voor de iPhone 4, iPhone 4S, iPhone 5, iPad 2, 3 en 4. En iPod Touch 5 generatie. Like deze video.